je geeft gas en je maakt een kleine drift omhoog. Ja, waar kan dat nou in Nederland? Je hebt tolwegen en je hebt tolwegen. De Route du Soleil, Zuid-Frankrijk, kent iedereen. Honderden kilometers lang rechtdoor, niet goedkoop. Ga je dit jaar naar Oostenrijk, ga je naar Slovenië, ga je naar Kroatië, denk dan aan de Nokalmstrasse. Een geweldige bergpas, ruim 30 kilometer lang. Je betaalt ongeveer 20 euro. En ja, het is een geweldige pas om te rijden in het zuidoosten van Oostenrijk, Carinthië. Ja, echt een pas die je met een lekkere auto wil nemen. En een lekkere auto hebben we hier vandaag, de Toyota Supra 2.0, de basis Supra, 22.000 euro goedkoper dan die 3 liter, veel lichter. Ja, is dit de ideale Supra voor een bergpas zoals hier? De Toyota Supra 2.0 kost 62.000 euro en daarmee is die 22.000 euro goedkoper dan de 3 liter. Die 3 liter met 340 pk, 500 Nm. Beide auto's zijn natuurlijk meer dan een halve BMW. Hè. Ze worden ook in Oostenrijk gebouwd bij Magna Steyr. En die auto is natuurlijk ontwikkeld in samenwerking met BMW, maar het is meer een BMW dan een Toyota. Dat zie je in het interieur. BMW interieur, stuurtjes wat anders, stoelen zijn wat anders. Maar voor de rest geeft deze auto een BMW gevoel. Maar goed, daar is niks mis mee. Het is wel BMW techniek verpakt in een heerlijke koets. Het ding ziet er geweldig uit. Het verschil met de 3 liter laat zich ook aan de buitenkant zien. Deze auto heeft 18 inch, de 3 liter heeft 19 inch. Ze hebben wel dezelfde bandenmaat, 255 voor, 275 achter. Michelin Pilot Supersport, een band met heel veel grip. En verder heeft deze versie kleinere uitlaat. Diameter van de uitlaat is 9 centimeter, bij de 3 liter is dat 10 centimeter. En onder de motorkap van deze Supra het grootste verschil. Geen dikke 3 liter 6 in lijn met een turbo, maar een 2 liter 4 cilinder met een enkele twinscroll turbo. 258 pk bij 5000 toeren en een maximum koppel van 400 Nm bij 1550 toeren. En dat maximum koppel houdt hij vast tot 4500 toeren. Kijken we heel even naar die 3 liter. 340 pk, 500 Nm. Dus een stuk sterker en die heeft ook een bredere powerband. Dat koppel komt eerder en blijft ook langer aanwezig. En nog een belangrijk verschil ten opzichte van de 3 liter is dat deze versie heeft een open differentieel. Hij heeft geen sperdifferentieel in de achteras, wat die 3 liter wel heeft. Hij heeft het actieve differentieel van BMW dat tot 100% kan sperren tussen links en rechts. En daardoor kun je heerlijk met die 3 liter driften. Het is een auto die op de limiet lastig te controleren is. Bij het uitveren kan er oversturen ontstaan, bij het inveren kan er oversturen ontstaan. Dus bij het aanremmen en bij het op je gas gaan. En dat maakt deze auto op de limiet wat listig om te rijden. Nou ja, deze auto heeft helemaal geen sper. Is wel als optie te krijgen in andere landen, in het sportpack. Maar helaas niet in Nederland. Dus een open differentieel. Verder remmen, veren en stabilisatoren en besturing aangepast. En dat heeft natuurlijk te maken met het lagere gewicht. Deze auto is 100 kilo lichter dan die 3 liter. 100 kilo. En die 100 kilo zitten bijna allemaal in de neus. Hij weegt 1370 kilo. En hij sprint in 5,3 seconden naar 100. Dus het is echt wel een vlotte auto. Het is ongeveer een seconde langzamer dan die 3 liter. Topsnelheid 250 km per uur. Dus gewoon een lekkere, snelle, achterwiel aangedreven coupé. In een aantrekkelijk pakket, kun je het al zeggen. Het voordeel van deze 4-cilinder is niet het geluid. Hij klinkt echt nergens na. Zeker als je de zijruiten open doet. Hè, dan komt er wat meer rijwind naar binnen. En dan hoor je het geluid dat normaal over de speakers komt. Hoor je eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat is wel een minpunt van deze 2 liter. Minpunt is ook de kleinere remmen. Of een minpunt. Maar je voelt als je, zoals hier,
zo'n bergpas aan het aanvallen bent, dan voel je toch dat het rempedaal al snel wat dieper komt te zitten. En dat ook een beetje het gevoel uit het rempedaal verdwijnt. Dat je echt harder moet trappen voor meer vertraging. Verder over die motor. Ja, we kennen die motor natuurlijk zo'n beetje uit alle BMW-modellen. Motor met veel koppel bij lage toeren, maar ook een motor met een werkgebied dat zo'n beetje bij 4, 4,5 toch wel aan zijn einde komt. Daarboven wordt hij niet meer sterker. Het is een heel vlak karakter en daardoor is het niet echt een opzwepende motor. Maar hij is voldoende sterk, hangt goed aan het gas. En die achttrapsautomaat van ZF, die zit natuurlijk ook in de 3 liter. Met dezelfde bakverhouding ook als in deze auto. En die automaat die schakelt in deze 2 liter zelfs wat sneller dan in die 3 liter. Geniet van het uitzicht, die toert lekker naar beneden, kijkt om zich heen, ziet al die mooie kronkels en de ander, die gaat lekker die bochten aanvallen. En er zijn toch maar weinig dingen lekkerder dan minutenlang op zo'n bergpas rijden. En als je dan bijna beneden in het dal bent, draai je gewoon even om en ga je gewoon nog een keer. Geweldig toch? Je moet echt heel veel snelheid de bocht mee innemen en heel vroeg op je gas. En dan voel je eerst dat het binnenste achterwiel een beetje doorslipt. Omdat hij natuurlijk geen sperren heeft. En omdat hij heel veel grip heeft met die Michelin Pilot Supersport. Maar op een gegeven moment begint hij dan toch te glijden. Dan moet je je gas gewoon op de bodem houden. Je moet niet moduleren, maar gewoon zoveel mogelijk van dat koppel op die achterwielen laten staan. En dan begint die te schuiven, dan begint de overstuur te ontstaan. En dan ben je toch een beetje aan het driften. Minpuntje, ik weet niet of je het zag, maar op van die hobbels is die achterkant bij deze versie, hij is sowieso stabieler, omdat hij niet dat sper heeft en niet dat mega koppel wat er continu in komt zetten, waardoor die heel erg wil oversturen, maar je merkt wel dat die demping aan de achterzijde toch wat slap is en dat die toch wat springerig is bij het uitveren op oneffenheden. En dat geeft in snelle bochten niet echt heel veel vertrouwen. Ja. Maar voor de rest, die 3 liter laat zich beter op het gas sturen door dat sper en door dat hoge koppel. Maar deze auto stuurt echt een heel stuk beter in dan die 3 liter. Veel lichter in de neus, veel wendbaarder daardoor. En door die brede Michelin's 255 op de vooras heeft hij echt heel veel grip. Ja, daardoor is het toch wel een soort van lichtvoetige sportcoupé. Ja. Stuur je in en dan blijft die vooraas lekker grip houden. Dan blijft die doen wat je wil. Ja, dat geeft gewoon een goed gevoel. Zoals rijden op zo'n bergpas sowieso een heel goed gevoel geeft. Een kleine 20 euro, een rondje op de Nürburgring kost tegenwoordig 30 euro. Dus ja, je krijgt hier echt waar voor je geld. Op de Nürburgring kun je niet omkeren. En dat kan op deze bergpas wel. Uitzichten zijn ook fenomenaal, maar het bochtenwerk is nog mooier. Wat grip die neus zeg. Het is echt een auto die een stuk beter instuurt dan die 3 liter. Makkelijker van richting verandert, minder onderstuur, minder rol ook dan die 3 liter. En hij voelt eigenlijk vooral bocht in beter in balans dan de topmodel. Bocht uit is het wat rommeliger, wat minder makkelijk en minder nauwkeurig te controleren
dan die versie met dat speerdifferentieel. Omdat je met dat speerdifferentieel heel goed weet waar je aan toe bent. Ga je op het gas, breek die uit. En dan kun je met stotergas mooi gecontroleerd houden. Maar met deze auto is ja, driften toch wat... Nou, gokje wil ik het niet noemen, maar je reageert wat meer op de reactie van de auto. In plaats van dat jij exact bepaalt wat die auto gaat doen. Besturing is ja, een beetje wollig. Hè? Het is natuurlijk nog steeds meer een GT dan dat het een echte sportauto is. Dus besturing zit niet heel veel gevoel in. Op zich is die wel fijn van directheid. En is de weerstand in de besturing ook goed. Het is niet super licht, het is niet super zwaar. Maar er zit niet heel veel gevoel in. Je voelt niet echt heel goed aan hoeveel grip die voorwielen nog hebben. Maar oh, als je hier naar beneden dendert. Fantastisch. Oh, hard remmen. Pedaal zit diep. Insturen. Gas erop. Uitsturen. Dan voel je dat binnenste wiel een beetje werken. Dat zijn bergpassen toch fantastisch. Echt bocht na bocht. In Nederland kom je nooit echt lekker in een ritme terecht. Omdat je gewoon nooit ongestoord meerdere bochten achter elkaar kan rijden. En hier op zo'n bergpas. Oh, heerlijk. Weet je met die kontvegen waar je het bocht uitkomen. Vol door de versnellingen. Schakelt ook niet echt met een harde tik of zo. Deze versie heeft stalen veren met passieve dempers. Het is niet super scherp, het is ook niet super comfortabel. Hij is toch wel een beetje springerig. Maar ja, het is wel gewoon een leuke auto. Je stuurt in, je geeft gas en je maakt een kleine drift omhoog. Ja, waar kan dat nou in Nederland? Ga je deze zomer naar Oostenrijk, ga je naar Slovenië, ga je naar Kroatië? Zet dan deze Nokalmstrasse op het programma. Hè. Ruim er een ochtend voor in. Kost je een kleine 20 euro, maar je kan geweldig sturen. Ruim 30 kilometer lang. En het is één groot rijfeest. En ja, hoe houdt deze Supra 2.0 zich dan? Ja, het is niet de ultieme auto om zo'n bergpas mee aan te vallen. Daarvoor zou je meer scherpte willen. Zou je zeker een speerdifferentieel willen hebben. Maar ja, het is wel een lekkere auto. Het is een achterwiel aangedreven sportcoupé met voldoende koppel. Met een weggedrag waar zeker rijplezier uit te halen is. Die 3 liter is een betere drifter. Maar deze versie, die 22.000 euro goedkopere instapversie is... beter in balans en biedt toch nog voldoende rijplezier voor af en toe een klein glijpartijtje. En er zijn ook nog maar zo weinig coupés met dit concept. Motor voorin, achterwielaandrijving, stoel bijna op de achteras. Dat is een uitstervend ras. En daarom moet je ook deze Supra 2.0 koesteren.